Wie is Guy Verhofstadt? Wie is Guy Verhofstadt? Guy Verhofstadt, 54 jaar oud, gepassioneerd in de politiek. Ziet u zichzelf graag? Zelf graag zien. Ik denk niet dat het een goed kenmerk is van zichzelf graag te zien. Maar ik vind het wel fantastisch om op deze planeet en dit leven te leven, ja. Hoe ijdel bent u? Zoals elke mens. Een beetje ijdel. Maar ik probeer dat onder controle te houden. En ik denk dat een mens die niet een klein beetje ijdel soms is, dat die ook geen echte mens is. Wat is uw grootste troef? De grootste troef? Ik kan af en toe mijn tanden ergens inzetten om iets te realiseren. Zowel letterlijk als figuurlijk, als ik het dan over mijn tanden heb natuurlijk. Wat is uw grootste zwakte? Oh, de grootste zwakte was misschien in het verleden moeilijk met wat kritiek om kunnen. Bent u altijd eerlijk? Ik tracht dat altijd te zijn, ja. En vooral in de politiek is dat nodig. Ik verafschuw eigenlijk oneerlijkheid en vooral hypocrisie in de politiek. Welkom in de laatste ronde. Nou, daar was niet vrij goed, hè, jongens. Hoe was het om tegen uzelf in de spiegel over uzelf te spreken? Een vreemde ervaring, moet ik zeggen. Normaal heb je nogthans met de spiegel veel te maken. Dat is morgens vroeg, toch? Ja. Maar dan kijk je er op een andere manier naar. Hè? Ja. En dan is het scheren bijvoorbeeld of zo. En ik vond het wel... Achteraf vond ik het wel tof. Dat is ook een heel slim antwoord natuurlijk. Ze vragen naar uw zwak punt en u zegt, oh, dat was vroeger. Namelijk, ik kon niet tegen kritiek. Wat is er veranderd in uw leven? Je wordt ouder. Milder. Maakt zaken mee. Persoonlijke zaken meemaken. Politieke zaken meemaken. Nederlagen meemaken. En dat maakt u meer mens, denk ik. Ik denk dat het leven juist dat is. Meer mens worden. Geleidelijk aan. Door van die fouten te leren. Ja, en erover af en toe ook een keer een tegenslag te krijgen. Die... proberen te verwerken, ja. Ja, net daarover gaan we het in de komende 45 minuten hebben. Ook over de mens naast de politicus Guy Verhofstadt. Dit is de laatste ronde van Guy Verhofstadt. Maar beginnen doen we altijd met Goedelen. Ja, ook onze vijfde en laatste gast proberen we beter te leren kennen, zodat u straks weet of hij uw stem verdient of niet. Want naast ideeën speelt nu eenmaal ook persoonlijkheid een rol. Eerst een soort paspoort met de gegevens. Guy Maurice Marie-Louise Verhofstadt, Gust, zeggen sommige medewerkers, is eigenlijk niet van Gent. Hij werd in Dendermonde geboren in april 1953. Hij is nu dus 54. Verhofstadt is getrouwd en heeft twee tieners, Charlotte en Louis. Hij studeerde rechten, werd ook advocaat, maar niet heel fanatiek. Want Verhofstadt wou en zou aan politiek gaan doen. Hij begon zijn politieke carrière als rebel bij wat toen nog de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang heette. Met de PVV-jongeren willen wij meer gaan naar een liberalisme, meer in anglo-saxische zin. 79, onrust in de oude PVV. De stoker, jongerenvoorzitter Guy Verhofstadt, een man met een plan. Het opnieuw herbronnen van de oorspronkelijke liberale waarden, waarvan wij geloven dat meer en meer jongeren de laatste tijd eigenlijk het belang gaan inzien. Guy bij Mike. Meneer Verhofstadt, mag ik hier zeggen? Ja, natuurlijk. Nog geen 30 en al partijvoorzitter, de jongste ooit. Er zijn natuurlijk wel wat mensen van gevorderde leeftijd binnen de partij, waarschijnlijk ook buiten de partij, die wat moeite hebben, soms met een jonge voorzitter. Ik zweer de grondwet na te leven. Verhofstadt is een rappe. Toen in 85 was hij ook de jongste minister ooit, van begroting. Hij regeert met ijzeren hand, baby Thatcher. Da Jung maakt vijanden. 12 jaar lang zal hij geen regering meer binnengeraken. Niet
dat hij zijn best niet doet. De groetjes van Guy Verhofstadt. Alsjeblieft, ik ken hem toch, hè, meneer? Ja, meneer. Best een lekker aan, hè? Hoe is het ermee? Alles goed? Kom ik een goede dag zeggen, dat is iets te halen. Guy van Gent kan vrij goed campagne voeren. Is het gedaan? Nee, piek niet meer, hè. Stop, hè. Ongestart. 91. Verhofstadt denkt, Verhofstadt schrijft. Zijn burgermanifest. Hij wil de bevolking wakker schudden, maar die bevolking wil niet mee. De verkiezingszondag kleurt zwart. Guy zit dan thuis, met geelzucht. Pas in 99 krijgt Verhofstadt paars. Ik zeg u, heel klaar en heel eenvoudig. Samen zullen we ons land de 21ste eeuw binnenloodsen. 8 jaar lang is hij de numero uno van het land. Hij mikt hoog. Te hoog. Hij wil en partijvoorzitter en regeringsleider zijn. 3 dagen duurt dat. Het is in het belang van de partij en de stabiliteit van de regering en van het land. Een ongeval, hartproblemen, jaren toppolitiek eisen hun tol. Ja, goed, goed, al beter dan gisteren. Maar Guy weet niet van ophouden. Hoewel. Ik stop. Guy Verhofstadt, u stopt nooit, hè? Toen ben ik wel gestopt, hè. Ik weet niet meer welke berg dat was. Maar u weet wat ik bedoel. Politiek gesproken stopt u nooit, hè? Ja, ik ben bezeten door de politiek. Dat is mijn leven. Dat drijft mij. Proberen van zaken in beweging te brengen. Ja. We zien u weer in uw jonge jaren. Als ik die beelden zag, dacht ik, dat is eigenlijk wel merkwaardig. Misschien is het dat een van de problemen van de Open VLD van nu. U heeft niet zo'n hemelbestormer zoals u het zelf was. Nou, ik denk dat er een aantal hemelbestormers aankomen, ja. Ja? Ik zie ze toch. Maar ze zijn er nog niet, hè? Toch wel. Ze zijn Matthias de Klerk bijvoorbeeld. Ik kan u zeggen, dat is een hemelbestormer. Maar die vindt Verhofstadt de max, terwijl in uw tijd vond u die partijleiding. Nee, ik vond Willy de Klerk ook de max. Ja? Ja, ik ben de rechtstreekse medewerker van Willy geweest. Maar toch ook de revolutie gestookt op dat congres. Ja, maar dat zal een mens gelijk bijvoorbeeld Matthias of een Vincent van Quickenbornen of Jean-Jacques de Gucht bijvoorbeeld. En die zullen dat ook doen, denk ik, hè? Ja. En die komen eraan. U verwacht dat ze eigenlijk de poten van onder de stoel gaan zagen? Dat is niet noodzakelijk de poten van onder mijn stoel, maar wel dat ze dus opnieuw dat liberalisme in de 21ste eeuw, dat voortdurend een project nodig heeft, van politiek zonder project, zonder visie, ik kan me dat gewoon niet voorstellen, dat zij dat een nieuwe inhoud zullen geven. Ik heb een vierde burgermanifest geschreven, maar eigenlijk is het ook aan hen om nu te zeggen, Oké, waar gaan we daarmee naartoe? Het zijn jongere mensen die dat moeten doen. Oké, we gaan het in de gaten houden en we zullen ze zien komen. Ik heb een zinnetje gevonden, heel mooi vind ik, uit een interview van u. Een politicus moet op 2 benen lopen. Het ene is gedrevenheid, het tweede bedachtzaamheid. Wie maar op 1 been loopt, die strompelt voort. Ja. Ik dacht, zijn bij Verhofstadt die 2 benen even lang? Ja, soms wel, soms niet. Ik kan er nogal in zacht. En dan kan u strompelen. Dan kan u bijvoorbeeld ook. Ik heb inderdaad misschien het nadeel van te proberen die lat hoog te leggen. En dan. Ik vind dat een land ambitie moet hebben. En dat je de lat hoog moet leggen. Ik weet wat het risico is. Het risico is dat. Dus dat is misschien wat minder bedacht zijn. Dat je er dan onder moet lopen. Ik bedoel, als je de lat natuurlijk maar zo hoog legt. Ja, iedereen geraakt daarover. Moet niet Tia Hellebout zijn om erover te springen. Maar Tia Hellebout, die springt vaak 2 meter, maar ook niet altijd 2 meter. Dus ik zeg, waarom toch niet ambitieus zijn? En dan zal ik kan u, ik kan u antwoorden, omdat u daar misschien wordt op afgerekend en dan verliest. Ja. Overigens, en we gaan het niet over peilingen hebben en over, we zullen wel zien op 10 juni. Ja. Maar ik herinner mij wel in 2004 een documentaire die naar aanleiding van de verkiezingen toen over u gemaakt is. En toen zag men u, toen u die cijfers zag binnenkomen die niet zo goed waren voor de VLD. En wat mij verraste was het gemak waarmee u daarmee omging. U zei tegen uw woordvoerder, ach man, dat is de politiek, zo gaat het nu eenmaal. Ja, maar misschien waarschijnlijk in mijn binnenste deed het toch wat anders. Ja? Maar ja, dat was omdat u wist dat er gefilmd werd? Nee, niet noodzakelijk dat, maar het is eigenlijk moeilijk uit te leggen wat een politieker op een dag van de verkiezingen meemaakt. Ja. Ik denk dat ik dat bijna niet kan beschrijven. Dat is eigenlijk een examen.
maar dan 10 examens tegelijkertijd. Ik zeg altijd, op elke verkiezingsnacht en verkiezingavond, dan word je een aantal jaren ouder. Dat is het examen voor de politiek. Maar een examen kan je zakken, buizen, zoals ze zeggen in Vlaanderen. Ik hoop het eigenlijk niet voor u, want ik wens uiteraard iedereen het beste toe, maar uw voorganger had dat in 1999 ook voor. Ja. Nam de verantwoordelijkheid. Zou u dat ooit doen? Nou, je moet natuurlijk een verantwoordelijkheid opnemen. De vraag is ja, wanneer... Is dat zo? Hè? Ik heb bijvoorbeeld omdat men bijvoorbeeld in de partij geen, zoals hij dat noemde, uw voorganger, geen nacht van de lange messen wil. Ja, maar je denkt niet dat we een partij zijn waarbij dat zou gebeuren. Nee, we hebben misschien de naam van eigenlijk grote ruziemakers te zijn. En waarom is eigenlijk dat een beetje omdat als we ruzie maken, dan doen we dat nogal extrovert zo. Direct komt naar buiten. Mee naar buiten. Maar eigenlijk is dat een vrij goed team. Okay. Van mensen met kwaliteit. En als je bijvoorbeeld de rapporten bekijkt nu, die over de regering zijn verschenen. Gaan we straks nog over hebben. Karel de Gucht en Patrick de Waal, die komen allemaal toch heel sterk uit. Vindt ze het ook. Oké, over nu naar de intimie van Guy Verhofstadt. Farah Diagiri is in Antwerpen gaan praten met Veerle Klaus, de vrouw van Hugo. Beiden, Hugo en Veerle, voor Verhofstadt vrienden des huizes. Want u weet het, Verhofstadt houdt van goede boeken. Niet voor niets staat op zijn website dat zijn favoriete boek Het Verdriet van België is. En dat is, nemen we aan, niet alleen vanwege de titel. Dat heeft ook te maken met de schrijver en met zijn vrouw. Vorig weekend stond er in de krantenmorgen een uitgebreid portret van Guy Verhofstadt. En wat lees ik daarin? Hugo Claus heeft hem kunnen weerhouden om zijn roman uit te geven. Een turf van honderden pagina's met een paar behoorlijk stomende seksscènes. Daar willen wij meer over weten. Je eerste indruk van Guy Verhofstadt? Ja, ik vond het een jongetje. En ik vind het nog altijd een jongetje eigenlijk. Hij kan zo enthousiast zijn over dingen. Daarom blijft hij voor mij een jongetje. Betekent dat hij eigenlijk nooit volwassen geworden is? Nee, dat vind ik niet. Het is altijd iemand die bezig is en wil en zal. Maar is hij juist daardoor ook niet soms heel vermoeiend? Niet voor mij. Want ik vind, maar ik kan me wel inbeelden dat hij vermoeiend kan zijn. Ja, misschien is hij soms wel vermoeiend. Ik had de indruk de laatste tijd, als ik hem moest interviewen, dat hij niet luistert. Je stelt heel kritische vragen. Ja. En welke vraag je ook stelt, hij geeft het antwoord dat hij wil geven. Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar dat betekent niet dat hij niet luistert. Dat betekent niet dat hij niet luistert. Dat betekent dat hij iets wil vertellen. Wat hij wil vertellen, zal hij vertellen. Houdt hij van de macht? Ik denk dat elke politicus van de macht houdt. Zonder macht kan je niks veranderen. Dus het zou bijzonder hypocriet zijn om te zeggen dat je er niet van houdt. Maar ik vind het ook niet vies eigenlijk hoor. Heeft Annemie Nijts opzij geschoven als voorzitter? Heeft Karel de Gucht opzij geschoven als voorzitter? Dat is genadeloos. Ja, ja. Ja, dat is hard. Maar is de politiek op zo'n moment voor hem belangrijker dan vriendschappen? Oh, dat is een moeilijke vraag, hè. Dat is een moeilijke vraag, waarschijnlijk. Ik denk dat het iemand is waar het lang duurt voor je hem echt kent. Het is niet iemand die gemakkelijk iedereen toelaat. Het is iemand die zich nogal beschermt. Waarom doet hij dat? Opvoeding, denk ik. Het kan ontzettend grappig zijn. Hij kan zeer goed imiteren. Imiteert hij ook Yves Leterme? Nee, die niet. Dat is ook niet leuk om te imiteren. Die is toch niet leuk om te imiteren. Johan van Lanotte? Nee, je gaat geen navelas krijgen. Heeft ooit een roman geschreven? En waar is die? Die ligt hier. Waar? Weet ik niet. Dus hij heeft ooit aan Hugo Claus zijn manuscript gegeven. En Hugo heeft het gelezen. Voor een roman. Ja. En ik lees misschien komt hij nog wel eens ooit, die roman. Er stonden stomende seksscènes in deze keer. Wauw, dat ga ik nog wel lezen natuurlijk. Nee, ik heb echt...
Nooit gelezen. Guy Verhofstadt, die roman van u, heeft die ook een titel? Dat is nog geen roman. Ik ben iemand die inderdaad graag schrijft. Veel optekent ook. Ja. En als er ooit een roman zal zijn, dan zal die wel verschijnen in de boekhandel. Ik bedoel... Eigenlijk is u nu aan het zeggen, je hebt daar geen zaken mee. Nee, dat eigenlijk niet, maar... Mag hoor. Ik zou niet weten, ten eerste, ik schrijf graag, maar of ik... Ik ben eigenlijk wel jaloers op schrijvers. Ik zie graag schrijvers. Ik vind dat eigenlijk de mooiste job die er eigenlijk is. Wat houdt er u tegen? Ik probeer ook te schrijven. Ja. En ik doe dat regelmatig. Ik kan soms in één keer plots, zeker in de vakantie, kan ik wegduiken gedurende de week en dan schrijven, lezen. Want ik heb... Ontzettend veel achting voor. Ja. Voornamelijk voor fictieliteratuur. Ik vind dat er zoveel zaken. Wij spreken over problemen, wij spreken over gevoelens, maar nergens zijn gevoelens. Nergens zijn problemen zo schoon beschreven dan in romans. Dat is net wat u zegt, want weet u wat het voordeel is van de schrijver ten opzichte van de politicus? Een schrijver hoeft geen enkele vraag te beantwoorden, een politicus wel. Mm-hmm. En als hij dan niet luistert, zoals Farah opmerkt, dan is er een probleem. Ja, maar ik denk dat er. Dat een schrijver nog meer kan doen. Een schrijver kan... Antwoord eens over de politicus die niet luistert. Maar ik luister wel. Maar als Farah dat nu zegt, dan is dat een beetje iets anders. Farah is natuurlijk een journalist. De journalisten stellen vragen, willen een bepaald antwoord krijgen. Ik heb ook een bepaalde boodschap te geven. Dus met andere woorden, in zo'n... Ik ga niet zeggen een gevecht, want een gevecht is het eigenlijk niet. Maar in zo'n dialoog gaat de politicus proberen van zijn boodschap... te plaatsen. En dat is ook maar normaal. Ja. Een politicus die komt voor iets uit. Die heeft een overtuiging. En die wil die overtuiging langs die journalist kwijtgeraken. Iets anders, want we willen in dit programma ook weten wat voor mensen ons land kunnen leiden. U is een hard mens. Zegt zelfs intima. Ik denk het niet. Natuurlijk, politiek is wel een harde stil. Een gemakkelijke stil, een complexe stil. Het kan er soms hard aan toe gaan. Ik heb daar soms trouwens ook spijt van. Ik herinner mij vrij goed de zaak met Annemie. Bestaat de vriendschap in de politiek? De vriendschap bestaat in de politiek, ja. Het is niet waar dat vriendschap niet bestaat in de politiek. Ik heb vrienden in de politiek. Is Karel de Gucht een partijgenoot of een vriend? Ik zou zeggen beide. Want wij komen vanuit de tijd, vanuit de studenten. We hebben toen zelfs ooit een keer een aanvaring gehad bij de studenten. Maar ik heb enorm veel achting. En ik denk dat we stilaan ook... Vrienden zijn geworden, voornamelijk de laatste jaren. Als we samen in de regering zitten, heb je gemeenschappelijk iets en groeit dat. Met Patrick de Waal hebben we dat al langer. Maar ik heb ook vriendschappen buiten de VLD. Ja. Een van mijn beste vrienden, een van mijn drie beste vrienden, is iemand van de Partij Socialist, is Roger Lallemand. De man achter, samen met mevrouw Herman Michielsen verantwoordelijk was voor de abortuswet. En een trouwe vriend, om de twee dagen, om de drie dagen. Ik kan niet zeggen dat hij voor mij gaat stemmen natuurlijk, want hij moet voor de PS stemmen. Maar het is wel fantastisch van zo iemand te hebben, met zo'n levenswijsheid achter u. Ja. Oké. Okay. 8 jaar is Guy Verhofstadt premier van dit gezegende land. 8 jaar is hij de leider van de paarse meerderheid. Maar in een democratie bestaat er geen meerderheid zonder oppositie. En u weet het, it is the duty of the opposition to oppose. De oppositie moet tegen zijn. Hoewel? Hoewel, inderdaad. In het parlement zie ik u heel vaak ruzie maken met Verhofstadt. Wees u voor één keer eens lief voor hem. Zegt u eens iets vriendelijks over hem. Guy Verhofstadt is een eerbaar en gewaardeerd politiek tegenstander. Hij blijft ook altijd heel kalm, terwijl u zich wel eens opwindt. Kalmte, is dat geen goede eigenschap? Ik weet niet of Guy Verhofstadt in het parlement altijd kalm blijft... Ik heb hem gekend, zoals vele generatiegenoten, als de schrijver van de burgermanifesten. En daar werd iets nieuws aangeraakt. Nieuwe oplossingen voor oude problemen. Een soort debatcultuur, openheid. Het was een beetje het verleden. En ik heb met vele mensen van mijn partij in de oppositie gezien dat we eigenlijk als eerste minister niet meer de Guy Verhofstadt zagen van die burgermanifesten. Dat de openheid wat weg was, debat... Wat weg was en dat was voor ons een beetje een schok. Hoe dan ook, hij heeft het sterke karakter die een premier moet hebben. Zeker, een premier moet vele gaven hebben. Hij moet in de eerste plaats een meerderheid kunnen maken. Hij moet een meerderheid kunnen samenhouden. En dat heeft hij. En je moet daarbij als premier ook zien dat je eigen partij je blijft volgen. Ik heb een beetje ervaring wat dat betreft en dat is als premier niet altijd gemakkelijk.
Een genuanceerde lofzang hoor ik hier van u. Dank u wel, Pieter de Krem. Een eerbaar politicus, zei Pieter de Krem over Guy Verhofstadt. Heeft u respect voor de leider van de oppositie? Ja, natuurlijk. We zijn er af en toe keihard tegen aangegaan, denk ik, in het parlement. En ik denk dat Pieter de Krem daar juist terecht gezegd heeft dat ik mij ook wel af en toe wel eens heb opgewonden. Ja, dat is juist. Ja? Ja. Is hij een eerbaar... Want u gebruikt het woord eerbaar, een eerbaar tegenstander... Ja, in de politiek heb je tegenstrevers. Dat is wanneer je hebt de meerderheid, je hebt de oppositie. Ik denk dat als democratische partij je nooit in termen van vijandschappen spreekt. We hebben over een aantal zaken fundamenteel andere meningen. Ja. Die kwamen ook in 's lands beleid tot uiting. Maar er zijn ook zaken waar we elkaar hebben gevonden. Bijvoorbeeld het buitenlands beleid. En dat moet ook. Je kan het niet altijd over alles oneens zijn. Maar soms was dat op het scherp van de snee. Ja. Zoals het ook hoort in een parlementaire democratie. Maar weten jullie altijd dat jullie aan politiek doen? Of overschrijdt dat soms een grens waarbij je denkt, potverdorie, dat is gemeen, laag. En raakt het u dan ook menselijk gesproken? Het kan wel eens gebeuren dat ik potverdorie gezegd heb, ja. Maar uiteindelijk, ik moet goed begrijpen, het parlement is toch wel iets heel bijzonders. Het is eigenlijk de enige plaats die je kent in de wereld waar dus je het woord voert ten opzichte van mensen die eigenlijk vaak niet willen overtuigd worden. Over bepaalde argumenten. En vice versa wellicht. En dat geeft een bijzondere atmosfeer. Maar tegelijkertijd is het daar waar ideeën en wetten... ideeën ontstaan en wetten groeien. Ja. En ik heb in elk geval vond ik het hard op bepaalde ogenblik. Maar het is altijd ver gebleven. Ja. Maar was voor ons dat dankbaar om een positie tegen te voeren? Dankbaar tussen aanhalingstekens. Maar er waren een aantal zaken. Je had het imago van Guy Verhofstadt, die eerste minister werd in 1999... Je weet trouwens dat ik de eerste was, die fameuze 13 juni, die zei, is een bladzijde geslagen na 41 jaar, moet een partij zich herstellen in de oppositie. Wat mij trouwens niet altijd in dank is afgenomen. Die louteringsperiode hebben we gehad, maar ik heb gezien dat de openheid, die een beetje dat waarmerk toch was van Guy Verhofstadt toen hij in 99 eerste minister werd, dat gaandeweg wat, het sneerde wat onder. En ook die manie, of een beetje die drift om altijd het grote gelijk te halen. De eerste minister wilde wel met jou discussiëren, maar niet altijd op basis van faire elementen. Je was een goede partner in het debat. Je kreeg gelijk wanneer je zegt, uiteindelijk met de eerste minister, u heeft gelijk. En er waren zoveel, dossiers waar we dat niet konden doen. Ik ga ze nu niet opnoemen, maar dit is ook dit programma. En we hebben heel scherp ten opzichte van elkaar gestaan, maar soms was er ook weinig nodig om te zeggen, er zijn grote opties en daar konden we elkaar wel vinden wanneer het ging over Europa, soms het buitenlands beleid, en dat moet ook. Maar we hebben natuurlijk een ander mensbeeld. Ik ben een christendemocraat, u bent een liberaal. En daardoor staan we natuurlijk... Zijn dat andere mensen? Zijn dat andere mensen, christendemocraten en liberalen? Nee, maar mijn vader komt uit een katholieke familie, was een katholiek. Hij is toen de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang opgericht werd en uitgebreid werd, is hij daar naartoe gegaan. En op het einde heeft hij wel gebroken, dat is juist, met het katholicisme. Hij heeft toen een brief geschreven naar de paus en zijn punt was namelijk hoe kan je verantwoorden dat er geen voorbehoedsmiddelen in Afrika kunnen gebruikt worden. Daar waar dat aanleiding geeft tot die AIDS-epidemie en dergelijke meer. En hij vond eigenlijk dat hij zoveel mensenlevens op zijn geweten had. Dus op het einde van zijn leven, niet lang voor hij dood is, heeft hij dat trek je toch niet van vreemden blijkbaar, hè? Het idee nee, van... maar mijn vader mijn vader discussieerde altijd met mij over politiek. Ik heb dat met de pap ingelepeld gekregen, thuis aan tafel, in de weekend. Dat is 14 jaar, 15 jaar. U maar. Ook, hè? U ook. Aan tafel thuis, neem ik aan. Want uw vader zat ook in de politiek. Ja, maar in de politiek, maar ik heb mij, dat is nooit voor mij een frustratie geweest, of ik heb me daar nooit moeten van bevrijden. Ik denk dat ik een heel kritische christendemocraat... Maar ook met de paplepel in? Ja, nee? Met de paplepel, maar dat was toch eigenlijk... Ik heb twee broers en twee zussen en die zijn eigenlijk bijzonder afstandelijk ten opzichte van de politiek. Mag ik iets vragen aan beide? Twijfelen jullie soms aan de eigen standpunten? Nooit. Dan moet ik ijsjes gaan verkopen of aardappelen gaan planten. Dat kan je niet in de politiek. Nogthans, ik ken een voorganger van meneer Verhofstadt, die Wilfried Martens, die ergens schrijft... Ik zat daar soms in het parlement en ik hoorde bijvoorbeeld de Groenen toen spreken. En ik dacht, eigenlijk hebben ze gelijk. Maar zei dat niet natuurlijk. Ik heb het ook gelezen in het boek van Wilfried Martens. Ja.
Maar dat is twijfel, gegeven wordt. Ik heb het ook gelezen in het boek. Dat is twijfel. Ja, maar dat is geen twijfel. Je hebt natuurlijk argumenten. Je moet je laten overtuigen door argumenten. Maar je kan niet in de politiek zitten door te zeggen, ja, ik zit hier vol twijfel wanneer je in de politiek staat. En laat ons eerlijk zeggen, het parlement is geen zandbak. Wanneer de eerste minister daar komt, dan heeft hij een aantal mensen geconsulteerd. Ja. Komt er met een standpunt, wij ook van de oppositie. En je kan je laten overtuigen door een aantal argumenten. Maar je standpunt houdt je aan. En ik denk niet dat oneerbaar is. Maar twijfel, dat is al een bewijs van verstand. Ja, ik denk dat ik met meer twijfel zit soms over. Voornamelijk over bij mij is dat voornamelijk gekomen in een periode, namelijk met de Rwanda-zaak, ja. Waar ik naartoe ben gegaan. Dan heb ik mij toch een aantal waarden toch wat anders beginnen schikken in mijn leven. En zeggen, kijk, misschien heb ik niet altijd die waarde 100% verdedigd die ik moet verdedigen. Ja. Als je daar staat, in een kerk met honderden geraamte skeletten en dergelijke meer, met de kleren die daar nog liggen, met de gruwel die je daar eigenlijk voorbij ziet trekken, dan zeg je, wat verdekken wij in ons land, in België, we hebben toch misschien wel, we klagen toch misschien wat snel. Ja. Ja. En we moeten het misschien toch wel wat allemaal durven relativeren. Dus relativering en twijfel... vind ik niet slecht. Is er bij u bij? Is niet slecht. Ja, maar heel kort, maar ik heb wel gezien dat de twijfel bij u nooit bij was wanneer u wist dat u bijvoorbeeld in uw partij een aantal slechte maatregelen oplegde of maatregelen die voor uw partij, voor de VLD, heel nefast gingen zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het migrantenstemrecht, waarvan u wist dat er geen draagvlak was in uw partij. Heeft dat gedaan? En die twijfel heb ik eigenlijk... Soms moet je toch ook eens kunnen zeggen, zelfs wanneer je het land leidt, ik mag niet heel doorgaan. Kort weer. Ik mag niet doorgaan, omdat het eigenlijk... geen goede zaak is. Ik heb daar een fout gemaakt. En het was het goed. Meneer Hofstad nu? Ik heb daar een fout gemaakt. Hè. Dat is heel duidelijk. Ik heb dat ook in een aantal interviews de voorbije weken gezegd. Ik had daar als eerste minister wel een oplossing moeten aanvinden. En ik had de twee stellingen, hè, degene die voor en degene die resoluut tegen waren, toch in een nieuw standpunt moeten verzoenen. En daar heb ik in gefaald, van het niet gedaan te hebben. Maar ik kan dat toegeven dat ik faal, hoor. Voilà. Hoe ouder dat ik ook, hoe beter dat het gaat. Heren, waarvan akte. Op nu naar het zuiden. Met Guy Verhofstadt zijn we naar Emien getrokken. Dat is in de provincie Namen. Bij Philippe Graffet. En dat is de eigenaar van het Domaine du Chenois. Dat klinkt als wijn en een kasteel. En dat is ook wijn, want ook dat is bekend. Guy Verhofstadt houdt van een goed glas wijn en van Wallonië. Nous annonce un invité. Oui. Et on l'attend. Il n'est jamais venu à la Bruyère. Je ne vous remets jamais, donc c'est une première. Quel honneur, quel plaisir, Philippe Graffet, le fou propriétaire de cette affaire. Monsieur Bruc, bienvenue. Hartelijk welkom. Je me réjouis d'avoir votre avis, hein, parce que vous êtes un spécialiste. Hein. Ça, je sais, la poétique. Hein. Alors, voyez les 6 hectares plantés en 2003, 2 hectares plantés en 2004, ça c'est les régents, et les 2 derniers hectares qui sont là plantés en 2005. C'est quelqu'un qui est, je crois, ouvert à l'Europe. Ouvert au Wallon. Voilà, ce langage provocateur, communautaire, alors, je pense que ça c'est vraiment intéressant. Chose, mais regardez, voilà les futurs raisins. Voilà. C'est la troisième fois que je récolte. Fois, oui. Ah oui, troisième oui, j'ai récolté. Quatrième et cinquième année, oui, mais monsieur le Premier ministre, si je devais monter une affaire comme ça avec les investissements et attendre 5 ans, alors je suis mort, hein. Surtout avec les aides que j'ai de l'État belge, là je peux toujours avoir juste mes yeux pour pleurer. C'est un homme de compromis et qui est plutôt pour l'unification, je pense. Donc je crois que pour la Belgique, bon, c'est un pays, il va le rester. Donc je crois que c'est quelqu'un qui est quand même fort pour rassembler. Il faut d'abord goûter si c'est bon. Hein. Je commence le premier pour dégorger un peu. Je vous en prie, je vous en mets pas beaucoup. Hein. Non. Voilà. Il est bien pour la Belgique. Je trouve que c'est un homme qui unit bien la Belgique. Je n'entends pas de Wallon qui dit « bon, c'est pas bien, il est pas bien ». C'est un homme qui a envie d'avancer. De temps en temps, un peu trop vite, hein, on a l'impression, mais...
J'ai commencé ceci en 2003 pour fêter mes 65 ans. Et maintenant, je vais avoir 70 ans. Voilà. Ouais. Vive la vie. Hein. Ouais. Vous avez parlé du pacte des générations, mais ce que j'ai fait, c'est un tour de force. Hein. Comment on dit tour de force en flamand? Comment on dit tour de force en flamand? Krachttour. Krachttour. Dat is een krachttour. Voilà, voilà, voilà. Merci, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Comment vous voyez qu'une campagne électorale, ça peut être quand même... agréable. Agréable. Nous sommes tous avec l'espoir que le VLD ait suffisamment de voix pour que Guy Verhofstadt puisse garder son poste. Et je crois que c'est le sentiment de 90% des Wallons. Christophe de Borsuur, 90% van de Walen denkt, zoals we daarnet gezien hebben, van Verhofstadt. Inderdaad. Ik denk ten eerste dat meneer Verhofstadt een beetje de koning nummer 2 is. Hè. U ziet die man, die knielt letterlijk voor meneer Verhofstadt. Een paar cijfers die dat bewijzen. Hè. In Brussel is Guy Verhofstadt de populairste politicus. Dat is vandaag nog bewezen door een peiling in La Libre Belgique. Populair in Brussel. De eerste politicus Brussel die toch een Franstalige stad enigszins blijft. En in Wallonië bent u de 6e populairste politicus. Nog voor Laurette Onkelinx. Dus ja, dus de Walen hebben u ook graag. Meneer Verhofstadt, als u dat hoort, dan denk ik dat ik op een verkeerde lijst sta. Ja, ik zeg, wat zit ik hier eigenlijk in Vlaanderen doen? Dus daarom dat ik ook mee... sommigen denken dat ik pleit dan voor de federale kieskring en zeg, het zou niet slecht zijn op een bepaald ogenblik. Ja, waarom niet? Een aantal politici, 10, 15, 20 of zo, van het parlement. Om dat land ook wat... Maar een, komt dat er ooit, heb ik mij afgevraagd? Kijk, ik denk van wel. Ja? Ja, waarom? Omdat wij gaan wellicht naar een staatshervorming. Ik denk dat dat moet ook. In de komende jaren. Er zijn een aantal problemen die we moeten oplossen. Brussel alle vier voor misschien bijkomende bevoegdheidsoverdracht. Maar deze keer zal er ook moeten gesproken worden over de versterking van de federatie. Want je kunt niet dat land bijeenhouden. Maar alleen zou ik zeggen de monarchie en de eerste minister en een overlegcomité. Dus uw moment kan nog komen. Maar Christophe de Borsuur, dat is heel lovend wat u zegt. En dat is geheel volgens uw natuur natuurlijk. Maar is er niets negatiefs? Er is wel iets dat misschien niet klopt bij Guy Verhofstadt. Dingen die de waarnemers al eens een beetje verontrusten. Ten eerste, op uw kabinet als eerste minister zijn er maar zijn er heel weinig Franstaligen. Dus 1 Franstalige op 21 of 22 man, dat is dus heel weinig. En in het programma van uw partij staat altijd confederalisme als einddoel, wat ook voor ons natuurlijk een klein probleempje is. Dus vragen we ons soms af of het niet een technische, een tactische zet dus, is. Dus het feit dat u zo als verzoener wil fungeren tussen de twee gemeenschappen als bindmiddel, om een beetje als enig alternatief te gelden om eerste minister te blijven. Is het zo? Nou, er moet sowieso volgens mij verder gepraat worden over het overgeven van een aantal bevoegdheden. En ik denk dat de Franstaligen dat ook wel weten, dat dat moet gebeuren. Maar zijn vraag was, mogen ze gerust zijn? Maar ik meen het 100% wanneer ik zeg dat die federatie, die Belgische federatie, moet versterkt worden. Je gaat nooit, volgens mij... En confederalisme? Nee, confederalisme, dat is voor mij federalisme, confederalisme, al die woorden, is naar de inhoud dat je moet kijken. En de inhoud moet zijn, grote bevoegdheden voor de regio's, maar tegelijkertijd ook een sterkere federale staat die bijeengehouden wordt. Wat vandaag eigenlijk een onderwerp is waar weinig over gesproken wordt. Christophe de Borsuur, is Pieter de Crème bekend in Wallonië? Hij is bekend in Wallonië omdat hij... Romaanse filologie heeft gestudeerd. Hij spreekt dus bijzonder goed Frans. En hij komt vaak in debatten bij ons. Hij spreekt ook heel graag Frans. Tegenover mij heeft hij enkel en alleen maar Frans gesproken. Het is daarom dat ik minder Nederlands vandaag heb gesproken en een beetje moeilijkheden heb om Nederlands te spreken. U voelt het. Maar dat is misschien ook een beetje verontrustend voor de Franstaligen. Hij is ook een beetje een homme dangereux nummer 2 naast Yves Le Terme. En ik ga u uitleggen waarom. Ik ga u uitleggen waarom. Dus het is vooral de Partij Socialiste die dat zegt. Hè. U bent voor het uitsturen van soldaten naar gevaarlijke plekken en niet meer alleen naar Waals-Brabant. Dat is al een probleem. U bent een beetje vaag wat het cordon sanitaire betreft. U bent tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Dus dat zijn dingen die ons een beetje... Ja, u bent weer al bezig in het Frans, opgelet. Dat zijn dingen die ons verontrusten en die voor sommigen het bewijs zijn dat de CD&V een rechtse partij aan het worden is. Veel rechtser dan vroeger, in de tijd van Jean-Luc Dehaene. Ja, maar bekend in Wallonië, maar er zitten kantjes aan
die misschien te goed zijn? Of deert u dat niet? Maar er zijn natuurlijk twee zaken. Hè. Dat zien we een beetje. Politici van onze generatie komen niet vaak meer in Franstalig België. Ik denk dat bij ons in de fractie zijn nog twee of drie mensen die iedere morgen twee of drie Franstalige kranten lezen. Die nog eens naar het zuiden van het land gaan of in Brussel. Ja, en dat is belangrijk. Dan is u misschien de ideale kandidaat minister, meneer de Krem. Ja, maar daarover gaat het natuurlijk niet. Het gaat wel toch over het veld. Nee, maar we zijn een heel specifiek land. 10 miljoen inwoners en wij opteren ook, zoals de VLD, in haar programma voor het confederalisme. Maar wanneer ik in Wallonië kom, dan zie ik dat ik bij heel veel drijvende krachten ook die oproep heb van, kunnen we eigenlijk ook niet meer in een toekomstige staatsstructuur meer kracht hebben, ook voor Wallonië en ook voor Brussel. En natuurlijk maakt meneer de Bossu een heel eigenaardige opmerking, dat iedereen die bijvoorbeeld tegen de toetreding van Turkije zou zijn in de Europese Unie eigenlijk een gevaarlijk man zou zijn. Ja. Dat iedereen die bijvoorbeeld vindt dat mevrouw Onklinks het niet goed gedaan heeft op justitie een gevaarlijk man zou zijn. Dat heeft u niet gezegd. Okay. Nee, maar kwam er, nee, maar er kwam er toch wel een maar beetje... Goed, maar de vraag was, en heel kort kan u daarop antwoorden, deert u dat als men dat zegt? Of als dat men denkt over u? Ja, wat men denkt, dat is allemaal wel wat perceptie. Okay. Het feit dat men weet dat er ook nog Vlamingen zijn, is al die bezig zijn met het belang van het land, en dus ook van Wallonië, is bijzonder belangrijk. En ik vind dat een troef. Ik wil nog één vraag stellen. Hoe is het met het, want ik vraag het altijd, hoe is het met het Frans van Guy Verhofstadt? Ja, beter en beter. Dus in het begin was het een beetje moeilijk, maar nu is het fantastisch. En als hij nog 4 jaar premier blijft, dan spreekt hij even goed als dat is wel goed. Ja, spreekt u even goed als Yves Le Terme. Dan zal de modelstaat misschien gerealiseerd zijn. L'état model. Kijk, ja, daar wachten we allemaal op. Hè? Maar mag ik nog iets een vraag stellen, Siegfried? Hoe is het met het Nederlands van, ik zeg het heel toevallig, van Louis Michel? Goed. En van Didier Renders? Ook goed, maar anders. Louis Michel, daaraan hoor je dat hij zijn Nederlands heeft geleerd eerder op de straat dan in de school. En aan Didier Renders hoor je dat het op school is gebeurd en niet op straat. Maar waarom vraag je dat? Omdat je mij gevraagd hebt dit te vragen. Zeer goed. Zo is dat, mijn goede collega. Dat is doorgestoken dus, kaart. Zo doorgestoken als wat, want het is gewoon een manier om onze volgende gast aan te kondigen. Al had ik natuurlijk ook simpelweg kunnen zeggen, wie staat daar aan de andere kant van de spiegel? Louis Michel, de voorbije 4 dagen hebben alle Vlaamse politieke partijen een medestander mogen meebrengen. Alleen Guy Verhofstadt brengt een vriend mee van over de taalgrens. Wat is daar volgens u de uitleg voor? Ik denk dat hij gelijk heeft. Hij weet dat ik veel bewondering heb voor hem. En hij weet ook dat ik een trouwe vriend ben. En dat ik zo graag zou willen dat hij verder zou doen. En dus ik ben een supporter van Verhofstadt. Iedereen weet dat al lange tijd. U heeft 8 jaar geleden samengewerkt aan de oprichting van Paars Groen toen. Dat was een groot evenement. Heeft dat een band geschapen tussen u twee? Ja, dat heeft natuurlijk de band tussen ons beiden verstevigd. Natuurlijk. Wij zijn samen eigenlijk begonnen als voorzitter van onze partij. Hij was toen 27, ik was 32. En zo, dus wij waren zeer jonge voorzitters. En we hebben zeer lange tijd gewerkt aan de liberale partijen om er een moderne partij te maken van partijen die wat ouderwets geworden waren. En zo, dus hebben wij toch samengewerkt en dikwijls. En nu, ik zag daar straks achter de schermen dat de begroeting bijzonder hartelijk was. Bent u echt vrienden of politieke vrienden? Nee, ik denk dat wij zijn begonnen politieke vrienden te zijn. Maar nu denk ik dat we hechte vrienden zijn. Gedurende al die jaren in de regering hebben wij toch vele moeilijke dingen meegemaakt. Maar ook vele boeiende dingen kunnen verwezenlijken. Dankzij trouwens de visie van Verhofstadt. Want wat ik zeer graag zie in Verhofstadt is dat hij niets doet die toevallig is. Daar is altijd zin in zijn acties. En ik vind dat boeiend met zo iemand te werken. Is hij soms niet wat te voortvarend? Ja, maar dat is, ik vind dat echt, ik vind dat zeer vreemd dat men aan iemand zou verwijten wat te ambitieus te zijn voor zijn land. Dat is toch wat men moet vragen aan een eerste minister. Hij heeft visie, hij heeft wilskracht, hij is overtuigend. Als hij iets wil, dan is het echt moeilijk
om hem dat te weigeren. Dat moet u toch ook weten. En ja, dat is een charmeur, hè. Maar hij charmeert met zijn ideeën, met zijn geestdrift, met zijn creativiteit ook. Dat is echt een moderne iemand die zeer open is voor het cultureel leven. Het is eigenlijk... ik heb altijd gevonden dat... In Verhofstadt leeft er wat romantiek. En ik vind dat boeiend. Ik begrijp, u bent in zekere zin nu ook kandidaat-premier, toch? Niet kandidaat-premier. Maar als men u vraagt... Ja, maar u bent niet kandidaat-premier. De omstandigheden maken dat u bijvoorbeeld de gepaste man of vrouw bent in bepaalde omstandigheden. Maar u zou het toch ook graag doen? Ik denk dat het niet een kwestie van graag te doen of niet graag te doen. Het is een kwestie van plicht. Als u bijvoorbeeld de gepaste mens bent op een zeker ogenblik om het land te besturen, u weigert dat natuurlijk niet. Maar echt gezegd, dat maakt niet deel uit van mijn plan of van mijn carrièreplan. Okay. Wees gerust. Ik ben gerust, maar ik heb nu een ander plan voor u. Laten we samen naar tafel gaan, naar Guy Verhofstadt. Wie onze verkiezingsprogramma's heeft gevolgd, heeft het zelf misschien kunnen vaststellen. Politiek, dat is een vak met wetten en wetmatigheden, met kunstjes en knepen. Maar bij ons aan tafel, de eerste minister van het Koninkrijk, de leider van de oppositie en een voorlopig rustend lid van de Europese Commissie, daar moet dus staatsmanskunst uitkomen. Of naar onze wetten en wijsheden van de politiek. U kent het, meneer Verhofstadt, u kiest beter één woord en dan leest u gewoon wat er achter dat woord zit. Doen. Voilà. Lezen. Schiet uw doelen niet voorbij. Eigenlijk betekent dat meneer Verhofstadt weet van ophouden. Het moet niet altijd blijven doorgaan. Dat is juist. Je moet inderdaad op een bepaald moment kunnen ophouden. En ik heb, moet ik u eerlijk zeggen, ik heb dat nu 8 jaar gedaan, hè, eerste minister. Ik heb daar enorm fier op geweest van dat te doen. Maar ik heb nog een aantal plannen, een aantal hervormingen die ik denk dat dat land nodig heeft. En dat is de reden waarom ik gezegd heb, ik ga daar terug met volle kracht tegenaan. Maar ik weet wel, het zal een dag zijn dat het ophoudt. Maar meneer Michel, laten we eerlijk zijn, hij weet toch van geen ophouden. Nooit. Nee, je hebt gelijk. Dat heeft niets te maken met Verhofstadt ophouden. Die is iemand die hardnekkig is, die eigenlijk zijn doel wil bereiken, die er alles voor doet het doel te bereiken. En ook soms nogal hard opkomen tegen degenen die dat niet willen. Of die eigenlijk willen terughoudend zijn. Te hard, dus... meneer De Krim? Nee, ik zie hier een heel interessant 1-2'tje. Dus we gaan elkaar een beetje complimenten. Niet om negatief te zijn. Maar ik denk soms dat het... we gaan Machiavelli natuurlijk niet gaan citeren. Maar ik denk bijvoorbeeld dat er een aantal zaken zijn die in de voorbije regering, in uw paars kabinet, waarbij het doel toch wel zo was dat eigenlijk de maatregelen die genomen werden niet te goed waren. Ik denk bijvoorbeeld aan de problematiek van de hervorming van justitie, die toch niet is, als Patrick de Waal zegt, is een weeskind. Maar... En het doel is natuurlijk, je moet dat altijd, wat heb je, een meerderheid heeft maar een doel. Het doel van de regering, van een meerderheid, is niet om te vallen. Okay, maar goed. En het doel kan niet zijn van, we gaan, en het doel van een oppositie is niet van om de haverklap te vragen, deze regering moet ontslag maar in het doel is wel van in een spel te spelen. Maar in termen van politieke wijsheden, daar kunnen we toch ook over meespreken, u heeft toch ooit... Ook al is uw doel voorbijgeschoten. Ik herinner mij een congres van de CD&V waar u geen hand kreeg van de eerste minister, omdat u zo fors was tekeer gegaan. Ook u wist niet van ophouden. Nee, maar weet u wat? Dat is totaal gekeerd, want we hadden vorige week een congres in Leuven of 14 dagen geleden. En die mensen die dat toen niet deden, die zaten te applaudisseren na mijn tussenkomst. Dus doel bereikt. Ja. Okay. Dus er is beterschap mogelijk. Voor diegenen die niet geapplaudisseerd hebben, was het duidelijk beterschap. Meneer De Krem, de volgende wet is voor u. Kiest u er maar eentje uit. Aandacht. En wat zit daarachter? Leest u maar.
vestigt ten koste van alles de aandacht op uzelf. Dat doe ik zeker niet. Ik ga graag ervan. Ik vestig graag de aandacht op de anderen. Dat is wat is ik. Allee, laten ja, we. Laten nee, we... nee, nee wat, ik weet wat een imago is. Ja. Ja. Nee, maar Louis, een klein beetje. Maar Louis, jij hebt dat gedaan met de genocidewet, wanneer je zei, ik ga de aandacht vestigen op België en op, ja. en op mijzelf. Dus iedere crimineel, waar ook ter wereld, die wordt in België voor het tribunaal gebracht. Dat is glorieus mislukt. Als je zegt tegen al die Vlamingen... Laten we eens over wijsheden spreken. Als je zegt tegen al die Elke politicus doet dat. De aandacht vestigen... Toch niet. Nee, zeg het ook heel vaak. Als je zegt dat alle Vlamingen die willen gaan skiën naar Oostenrijk, dat je dat niet mag doen, dat is de aandacht naar jezelf trekken. De aandacht is... Je probeert het te doen. Je gaat hem kwaad maken nu. Nee. Dat was hier een redelijk goede vriendelijke sfeer, maar je gaat hem kwaad maken. De aandacht is dat je probeert voor de punten die je belangrijk vindt in een programma en in je politieke handelen, dat je zegt, ik vraag daar aandacht voor, okay. En daar is niets oneerbaar aan, zoals bijvoorbeeld mensen die in de privésector zitten, aandacht vragen voor hun product. Okay. Maar, dus ik vind dat niet verkeerd. Hè? Allee, laten we wat eerlijk zijn, zei u, meneer Michel. Ja, natuurlijk, u moet aandacht hebben voor de anderen, maar een politicus die zegt dat hij geen aandacht heeft voor zichzelf, ja, die liegt, hè. Dat is niet waar, hè. Dat is niet waar. Een kenmerk van een politicus, dat is ook zelfvertrouwen te hebben. Dat is eigenlijk een boodschap te willen verwezenlijken. Dat betekent ook een doel te willen bereiken. Maar u moet toch zelfvertrouwen hebben. En ook in een zekere zin nogal wat liefde hebben voor uzelf, hè. Anders doet u aan politiek. Dan spreekt u voor uzelf. We hebben vorige zondag een groot debat gehad. We hebben een nabespreking gedaan op Canvas. Ja. En toen zei onze taalraadsman Ruud Hendricks over hoe het deed Verhofstadt. Het was allemaal heel goed. Maar wat hem opviel was, hij sprak voortdurend Verhofstadt over ik. Heeft geen één keer het woord OPVLD. Ja, men heeft mij dat daarna ook gezegd. Van een avond kwam van een ander debat. Ik heb kans gezegd, OPVLD gezegd. Het is iets spontaan. Je zit in een debat, je verdedigt jezelf. Ja. Dat is bijna een automatisme. Maar je moet daar af en toe tegen vechten, dat denk ik ook wel. Je moet daar af en toe tegen vechten. Dat is juist. Goed. Meneer Michel, ook u mag een wet kiezen. Verkeerd. En daarachter zit... Kwets niet de verkeerde persoon. Juist? Ja, dat is juist. Ja, dat is juist. Gebeurt wel eens in de politiek? Dat gebeurt wel, ja. En als men geestdriftig en nogal spontaan is, dan kan dat gebeuren, ja. Ik heb dat al gedaan. Ja. In de VLD ook. De ambetantenaren bijvoorbeeld van meneer Van Quickenborne. Ja, over ambtenaren. Ik moet inderdaad... Inderdaad niet met een woordspeling kan men vaak in de politiek inderdaad kwetsen. En vaak gebeurt dat men daar zelf zich niet van bewust is. Ik heb daar juist het verhaal van Annemie verteld. Ja. Dat was gewoon een voorbeeld daarvan. En maar politiek wordt met woorden gevoerd. We leven trouwens met woorden, met taal. En in taal gebeurt dat af en toe, dat we kwetsen. Dat is het probleem. Een leider van de oppositie? Ja, maar je moet het natuurlijk in deze tijden altijd, je moet het scherp kunnen stellen. En het groot probleem is dat wanneer we in de politiek zitten, je niet alleen ten opzichte van elkaar... Wij zitten fysiek heel dicht bij elkaar. Klopt. De leider van de oppositie of de eerste minister zit op 2 meter van elkaar en je ziet elkaar ook fysiek bezig. Maar wat wij soms vergeten is dat die boodschap gemegafoneerd wordt. Die wordt nu rechtstreeks in alle huiskamers gebracht. En laat ons eerlijk zijn, dat zal de eerste minister ook al hebben gehad. Ik denk minister Michel ook en ikzelf ook, is dat je soms schrikt van de impact die woorden kunnen hebben bij mensen die dagelijks hun best doen, voor een gezin bezig zijn. En je leert eigenlijk in de lengte van jaren wel een beetje de scherpe kant. Ik herinner me dat af te ronden. Ja. Want anders kan je wel eens onwillekeurig mensen kwetsen. Ik heb dat gedaan en deze mensen aan tafel hebben dat ook. En als ik dat gedaan heb, dan verontschuldig ik mij daar echt gemeen voor. Maar ik heb dat ook. Ik kan dat wel hebben als ik op een tribune sta
Ik hou van de tribune van het parlement. Ik vind dat trouwens iets dat verloren gaat. Hè. Vandaag is het de one-liner in het nieuws die belangrijker is dan een debat dat gevoerd wordt met spraak en tegenspraak. En dan kan ik wel hebben, als het zo in het vuur van mijn betoog, dat ik dan iemand persoonlijk wel zou durven meepakken. Ik heb dat al een keer gehad, ik ga het vanavond nog zeggen. Ik heb het gehad met Herman van Rompuy, hij heeft het mij nog nooit vergeven. Maar misschien vanavond hoort hij mij. Ook niet. Nee, maar misschien hoort hij mij vanavond en vergeeft hij me toch. Maar tijd heeft alle wonden. Het was een debat in het parlement en hij had een bepaalde argumentatie gebruikt over files. Je gaat nooit de files verminderen. En ik sta op de tribune en ik zeg, ja, dat is eigenlijk een dwaas argument, alsof ik mijn beleid moet afgerekend worden over het Verenigd Koninkrijk. En ik begin hem na te doen. En ik begin hem dus te spelen eigenlijk. Herman van, en ik zeg, nee, ik ben verkeerd bezig, maar ik deed het toch. Hij is daarna tussen gekomen, kwaad. Maar misschien kijkt hij vanavond en weet hij dat het mij spijt dat ik het gedaan. Maar het mag in elk geval nooit het voorwendsel zijn om niet scherp en krachtig te zeggen waarover het gaat. Want anders kunnen we beter allemaal iets anders gaan doen. En zeggen we allemaal hetzelfde. En dat is niet de rol van de politiek. Je moet die tegenstrijdige ideeën hebben. Ja, het zijn vriendelijke woorden tussen christendemocraten en liberalen. Zullen waarschijnlijk worden aangestreept in de annalen. Maar heel eigenaardig toch allemaal die wetten en wijsheden van de politiek. Apropos, wat u beslist niet mag missen als u mee wil zijn, is onze laatste ronde van morgen. Maar anders dan in de programmaboekje staat, krijgt u dat niet op 1, maar wel op Canvas. En dat om 9:15. Niet vergeet, 9:15 op Canvas. Met onder meer een allerlaatste debat met de kopstukken. Tot zover deze dienstmededeling. En nu nog de samenvatting in luttele seconden van de wereld buiten de politiek. Risque de morsure, attention, voir couleur de peau. Dit is dus de hond waarover het gaat, Blackie. Is dat democratisch? Zet een zibbetje. Grote smurf, we vervelen ons. Ja, ik ook. Nou, ik ook. President Bush dronk een alcoholvrij bier. Is het niet wraakroepend, Vlaamse vrienden? We hebben in Nederland een wonderlijk fenomeen, dat heet de koffieshop. En daar doen de meeste mensen van alles, maar heel zelden koffie drinken. En er zijn mensen die er jeuk van krijgen, dat klopt. Nou, deze theorie moet ik eens rustig herzien. Meneer Verhofstadt, veel van uw voorgangers hier vonden dit een moeilijk programma omdat het zo anders is. Wat vond u? Een moeilijk programma zou ik niet zeggen. Een ander programma, omdat je inderdaad in je binnenste toch voor een stuk moet laten kijken. Als je hier in dit programma niet een stuk in je binnenste laat kijken, ja, dan ben je hier niet geweest. Dan ben je afwezig geweest. En ik denk niet dat de mensen dat zouden appreciëren. Je moet dus ook durven over je zwakheden praten. En voor een politieker is dat altijd niet gemakkelijk om daarover te praten. Dat hebben we inderdaad gezien. Morgen hebben we hier het laatste debat, zoals Siegfried zei. Ja. Komt u dan ook? Uiteraard, ik ben er morgen bij. Meer dan welkom. Dank u wel, Guy Verhofstadt.